eens. Ja, dat klopt. Kom dan. Ik ben je liefje. Doe dan. Hier naartoe. Kijk eens. Ja, kom maar. Allemaal voor jou. Ja, kom maar. Ga dan met me mee. Ja, ik zie het. Kijk eens. Kom maar. Kom maar bij mij. Kom dan. Kom hier maar naartoe. Het is een goede vraag hoe onze voorouders in de 19e eeuw aan het nieuws kwamen. Radio en televisie waren er nog niet. De meeste mensen hadden geen krant, waren aangewezen op informatie van anderen in de kroeg of in de kerk of bij de kruidenier. Maar er waren ook liedjeszangers, wij zouden ze troubadours noemen. Mensen die soms ter plekke, op plaatsen waar verschrikkelijke dingen waren gebeurd, teksten maakten, melodieën schreven. En met die liederen van stad tot stad en van feest tot feest gingen om het nieuws uit te zingen. Zo'n zanger maakte er nog wel eens wat bij en deed er ook wel eens wat af. En zo zijn er veel verschillende versies van die verhalen gemaakt van moord en doodslag of brand. En het is moeilijk nu nog te achterhalen wat er werkelijk gebeurd is. En zo gaan we vanavond de achtergrond bekijken van een lied dat gaat over een heksenproef aan de Twikkelervaart in Delden in 1823. Vrienden over de heksenproef, laatste die valt te melden. Dat wrede middeleeuws gerecht in de Twikkelervaart te Delden. De heksen waantierden overal, men vreesde met grote vrezen. En vroeg zich vaak van een vrouwen af, zou dat een heksen wezen? Vandaag de dag geloven we niet meer zo in heksen, maar dat was vroeger natuurlijk heel anders. De heksenwaan heeft heel veel onschuldige en niets vermoedende mensen veel schade berokkend. Mensen waren bang voor heksen. En dat is, dat heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de levens van deze mensen. In het taalgebruik zie je het ook nog hier in deze provincie. Een heksen, dat is een nachtvlindertje. En een heksenweend, dat is zo'n wervelwindje. En heksenmelk, dat komt van de wolfsmelk, dat is die giftige plant, die kent u wel. En zo heb je ook nog een heel paar aardige gezegden. Hè? Een spitse neus en een spitse kin, daar zit een duvel in. Of, een heel aardig is ook, wordt de duvel zelf niet komka, daar schikt hij een old wief hen. Dat hebben we overgehouden van die heks in onze taal. En zo is er ook het fraaie verhaal van old Mieneke. Old Mieneke, die woonde aan de voet van de Holterberg, dat is hier dus, in een slenk, in een diepe slenk. In de loop van de jaren is er ontzettend veel bijgemaakt bij dat verhaal. Maar het is eigenlijk in wezen nog spannend genoeg om het vandaag de dag nog eens te herhalen. Old Mieneke. De Holterberg was vroeger woonplaats van de geesten, in allerlei vormen. En de mensen waren hier bang. De boeren kwamen hier niet, die schuwden deze tent. Waarom? Ja, overal zwierven die witte wieven. Een beetje mist om de jeneverbessen heen. En ze meden het. Rondzwervende heksen. Maar de naam van deze slenke, Niemendalletje, is ontstaan in de ijstijd. En dat heeft een achtergrond. En die achtergrond zit ook in een heksenverhaal. Dat Niemendalletje, zo ging het verhaal, was de woonplaats, hier dus, van die Old Mieneke. Dat was een vreselijke vrouw die onschuldige boerenjongens beroofde van hun ziel. Want ze voedde zich met zielen van jonge boeren. In ruil daarvoor kregen ze geld en daar konden ze zich dus mee verrijken en ze konden daar een meisje mee veroveren. En zo zijn er hier heel wat boerenjongens verdwenen. Niemand heeft er ooit meer iets van
gezien. Er was eigenlijk maar één manier om Mieneke van je af te houden. Als je haar aanwezigheid vermoedde of aanvoelde. Met een stok trok je op de grond een cirkel om je heen. En je riep dan de volgende zinnen. Mieneke, Mieneke, ga maar hoe niet met. Ik heb mijn zin op een andere Mieneke zet. Er moeten daar in dat gebied een aantal boerenzoons onder haar invloed zijn verdwenen. En die jongens schijnen nooit meer te zijn teruggevonden. Mieneke verleidde die jongens door ze veel goud te beloven. Zo was daar een zekere geit, een boerenjongen. Die was verloofd met een meisje, Golida. En op het punt stond te gaan trouwen. Hij ontmoette Mieneke, trok de cirkel en riep de zinnen. Maar liet zich vervolgens toch verleiden. Geit heeft zijn ziel dus verkocht voor goud, waarmee hij dacht indruk te maken op het meisje. Ga maar mee, kom maar. Kom maar in mijn hutje. Oei, ben zo mooi. Maar Geit kwam terug als een jongen zonder goede ziel en goede aard. Geit was een harde en meedogenloze en valse man geworden. Golida heeft daarom de hele trouwpartij afgeblazen. Maar ze zat er toch mee in haar maag. En toen heeft ze de hulp ingeroepen van de Wilgenman. Een Wilgenman was een man in het dorp, heel vastberaden en heel sterk, onverstoorbaar. Want wat was het geval? De krachten van die Mieneke waren alleen maar geldig in een bepaald gebied. Daarbuiten had ze geen kracht. Nou, die Wilgenman was gecharmeerd van die Golida. En besloot haar te helpen. Kom maar. Kom maar. Kijk eens wat ik voor je heb. Kom maar, ga maar bij me. Al dat mooie goud. Kom kijk maar. Eens. Liefie. Deze kant op. Kom dan. Kom maar. Kom dan bij me. Zo, ik ben je liefje. Kom deze ga kant maar met op. Kom me mee. Kijk eens. Ja, dat klopt. Kom dan. Ik ben je liefje. Doe dan. Hier naartoe. Kijk eens. Ja, kom maar. Allemaal voor jou. Ja, kom maar. Ga dan met me mee. Ja, ik zie het. Kijk eens. Kom maar, kom maar bij mij. Kom dan. Kom hier maar naartoe. Kom. En hij heeft Mieneke door pesterijen uit de slenken gehaald, haar opgepakt en haar in de IJssel gegooid. We vinden je in de buurt. Oh, een groot. En zo kwam het dat de jonge jongens geen gevaar meer liepen als ze langs de slenk liepen. Maar de mensen uit Holten waren toch nog niet helemaal gerust. En het schijnt dat die Wilgenman een groep mensen heeft meegenomen en hier in de zandkeul heeft gebracht om te laten zien, kijk, hier is niemendal meer. Dat schijnt hij gezegd te hebben. Hier is niemendal meer. En zo is die diepe slenk gekomen aan zijn naam, Niemendalletje. Men vreesde duivelse bemoeienis met de naburige natuur en beschermde zich daartegen voornamelijk rond het nachtelijk uur. Hoort vrienden over de heksenproef, laatste die valt te melden. Dat vrede middeleeuws gerecht in de trikkeler van de Belden. Er zit zoveel mystieks aan die hekserij dat het altijd tot de verbeelding van de mensen heeft gesproken. Dat is ook wel duidelijk, dat begrijp ik ook wel. Het heeft ook te maken met angst en onzekerheid. Kijk, wij mensen willen altijd toch graag vat krijgen op de dingen. En vooral weten wat er achter steekt. Hè? Dus wat is nou de waarheid achter de dingen? Ja, en als je dat niet kunt, dan maak je er iets achter. Dat doet u, dat doe ik ook. En zeker, en vooral vroeger was dat zo, als men de dingen niet kon verklaren, dan zocht men daar buitenaardse krachten achter. Of hekserij. Dus wat men niet verklaren kon, werd toegeschreven aan heksen, vrouwen. Ja, dat is merkwaardig. Het zijn altijd de vrouwen. Het was vroeger een vrouw die in het dorp woonde, een beetje achteraf.
wat asociaal, soms vreemd gekleed. Hè, zo'n spitse neus en een spitse kin. Aparte vrouw. En die vrouwen, dat is het merkwaardige, die geloofden zelf op grond van bijgeloof ook aan hun mogelijkheden, aan hun bijzondere krachten. Waarmee ze ja, mensen en dingen konden betoveren. En mensen waren in die tijd ook bang voor heksen. Maar hoe kwam je dan ook achter of de roddels en de vertelsels over die vrouwen waar waren? Of dat werkelijkheid in school? Nou, daar waren methoden voor. Nou, sommige van die methoden zijn te vreselijk om te noemen. Ik vertel ze ook helemaal niet. Een van de bekende is natuurlijk de weegschaal, de heksenwaag. Daar zette je zo'n verdachte vrouw op en aan de andere kant gewichten. En als die vrouw omhoog vloog, dan werd ze dus letterlijk te licht bevonden. Soms ontwaarde men in het open veld een doorzichtig wit gewaad. Zag daarin dan een wreed wit wief en er volgde spoedberaad. De brandstapel werd vaak opgesteld, men zag daarin niets geks. En schaarde zich dan rond het vuur ter verbranding van een heks. Hoort vrienden over de heksenproef, laatste die valt te melden. Dat wrede middeleeuws gerecht in het Twikkelervaart te delden. Maar er is nog een methode, een manier, een proef om erachter te komen of er hekserij in het spel is. En dat gebeurde hier in Delden 16 maart 1823, toen de laatste heksenproef, waterproef in Nederland is gehouden. U hoort het goed, de laatste van Nederland. Dat was hier in Delden. Het draait allemaal om de 45-jarige Hendrika Hofhuis. En alleenstaande vrouw die net buiten het dorp woonde en niet zoveel contact had met de rest van de gemeenschap. Waarschijnlijk kwam ze van oorsprong niet uit het dorp en ook haar man kwam van elders. En deze Hendrika was beschuldigd door de jonge Janneke ter Horst. Janneke had een tijd daarvoor hoogzwanger in het kraambed gelegen en was niet meer normaal gezond geworden. En ze geloofde dat Hendrika haar behekst had. En het hele dorp moest dat natuurlijk weten. Je bent een toverheks! Kijk wat ik hier heb, Provinciaalse, Overijsselse en Zwolse Courant 1823. Daar staat iets over die heksenproef in. Ik ga u dat even lezen. In de Overijsselse Courant van die tijd staat dan: heden heeft in de nabijheid deze stad op het naburige Deldenerbroek een voorval plaats gehad, het welk een echt overblijfsel is uit de domste tijden van de duistere middeleeuwen. En dit artikel bewijst dat in Twente het volksgeloof in heksen lang bestaan heeft. Was ene Janneke ter Horst, naar kraambed niet hersteld, die door Hendrika werd bezocht, zo werd door het volk aldaar gemeld. Gij hoeft mij niet meer te spreken, zo schreeuwde Janneke perplex, als gij zulk doet word ik slechter eruit, gij zijt een toverheks. De roddel ging met razende vaart door alle geledingen van het dorp. Het was een gerucht, maar niemand wilde natuurlijk in de nabijheid van een heks wonen. Stel je voor welke risico's je daardoor zou lopen. Het duurde daarom een paar dagen tot het besluit viel dat een heksenproef duidelijk moest verschaffen. Het zal allemaal gebeuren op 16 maart 1823. En die middag had zich een menigte van ruim 200 mensen verzameld langs de Twikkelervaart, die toen nog stukken breder was dan nu het geval is. De proef die moest uitwijzen of Hendrika een toverheks zou zijn, was een waterproef.
Een van de zekerheden die men dacht te hebben over heksen was namelijk het idee dat ze over water zouden kunnen lopen. Hendrika zou vandaag vrijwillig de proef op zich nemen. Hé, hey, daar komt ze aan! Ze kleedde zich helemaal uit, stapte vervolgens naakt in de broek van haar man. En op die manier kon niemand haar achteraf ervan beschuldigen dat ze haar kleding verzwaard zou hebben. Ja, nog een mens is erop. Zo, nou, daar ga je. Daar ga je. Nadat haar zwager Berend Buursink haar een touw om het lijf had gebonden, was zij in het water gegaan. En stap voor stap liep ze naar het midden van de vaart en bij iedere stap raakte ze een stukje dieper. Die is niet, hoor. Snel werd het water zo diep dat Hendrika kopje onder raakte. De menigte bleef doodstil en Hendrika liet zich niet kennen. Ze zou pas boven water komen als haar zwager aan het touw trok. En maar net op tijd kwam van de kant het signaal dat de proef was geslaagd. Ze was drijfnat en ijskoud, maar Hendrika had bewezen dat ze in geen geval een heks kon zijn. Hoewel in de dagen erna de roddels niet verdwenen, maar juist in hevigheid toenamen, want zou het niet zo kunnen zijn dat ze zichzelf met een tovertruc verzwaard had, zodat ze gewoonweg niet over het water kon lopen. Hendrika was een sterke vrouw, zeker van haar zaak, en ze liet zich door deze roddels ook niet van de wijs brengen. Na weken verstilde het geklets in het dorp en voor zover bekend heeft Hendrika de rest van haar leven in rust doorgebracht in het mooie Delden. Hoort vrienden over de heksenproef, laatste die valt te melden. Dat wrede middeleeuws gerecht in de Twikkelervaart, de Delden. Ze stapte naakt in de Twikkelervaart, zou het heksmens blijven drijven. Het volk debatteerde op de kant, men stond zo waar te kijven. Maar Hendrika zonk onmiddellijk in de diepte van de vaart. Ze werd ternauwernood gered en zodoende onschuldig verklaard. Het harde bewijs dat er echt heksen bestaan kunt u soms vinden op vochtige plekken in het bos. Daar kun je dan uitwerpselen vinden van heksen. En dat heet dan sterrenscheid of sterrenschot of heksenscheid. Het zijn vervelende woorden allemaal. Maar wat is het nou? Het is een gelei-achtige stof die daar ligt. En biologen geloven natuurlijk niet dat dat iets van boven is of iets buitenaards. Nee, die zeggen, kijk. Een reiger kotst die dingen uit. En wat is dat dan? Als een reiger vrouwelijke kikkers gegeten heeft, krijgt hij mee een heleboel eitjes die in die vrouw zaten. En daar zit als gelei omheen. We noemden het vroeger kikkerrit. En dat kun je vergelijken met wat op het water dreef. Die kikkereitjes zaten daarin. Nou, dat is dus de biologie. En de biologie heeft dus uitgemaakt, in de jaren 30 ongeveer, dat er geen heksen bestaan. Hoort vrienden over de heksenproef, laatste die valt te melden. Dat wrede middeleeuws gerecht in het Twikkelervaart,